kijken, wanneer we mechanische koeling hebben in de bewaarcel, kunnen we de aardappels beter op temperatuur houden, stabieler op temperatuur, waardoor we minder schommeling hebben. Minder schommeling betekent minder koelacties, dus minder gewichtsverlies. Daarnaast heeft de mechanische koeling het voordeel dat we niet met buitenlucht moeten draaien. Want onder normale omstandigheden is de buitenlucht een stuk droger dan wanneer we met mechanische koeling draaien. In de visiecontrole zitten twee opties om het gewichtsverlies onder controle te houden. We beginnen even met het kanaal ten opzichte van product en buitentemperatuur ten opzichte van product. De kanaaltemperatuur ten opzichte van product staat op deze computer op 2 graden ingesteld. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die computer maximaal 2 graden kouder zal kunnen inblazen ten opzichte van de koudste productvoeder. Wanneer we deze instelling zouden verruimen, bijvoorbeeld naar 4 graden ten opzichte van product, zal de computer sneller kunnen inkoelen. Het gevolg daarvan is wel dat we meer kans hebben op grotere temperatuurverschillen in de bewaring. Om dit te beperken zouden we dus weer iets meer kunnen intern ventileren. De tweede optie is het grammen waterverschil. We staan hier ingesteld op 2 gram per kuub lucht. Dus dat wil eigenlijk zeggen, op het moment dat we met buitenlucht ventileren en we hebben meer dan 2 gram vochtverschil, wat we uit het milieudiagram kunnen halen, dan zal de computer zeggen het is buiten te droge lucht. En in dit geval zal hij dan overschakelen naar de mechanische koeling om de aardappels op temperatuur te houden. En op die manier kunnen we het gewichtsverlies onder controle houden in de bewaring.